Zon, zee, strand en lekker eten. Wat moet een mens meer hebben? En dat allemaal overgoten met voetbal. Hier in Turkije was het fantastisch. En wij laten jullie graag meegenieten van een aantal sfeerbeelden. Amber, wat vond je van deze reis? Ik vond het een hele leuke reis en ik vond het hotel ook heel mooi. Wat heb je allemaal gedaan tijdens deze vakantie? Gefitnessd, gebruind, in de zee geweest, in het zwembad, in de glijbaan. En ja, mij geamuseerd. Zeer tof, ik heb veel dingen bijgeleerd van voetbal. Zoals wat? Ja, techniek vooral. Manneken uitschakelen. En nog iets beter afwerken op doel? We zijn heel veel geweest te shoppen, veel gezwommen en een keer gevoetbald. Kendi canım isterse gidersin ama benim canım çok acı. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim. Hey gidi hey şimdi bana mutluluk yaklaşır. Demek ki böyle. Veel bijgeleerd bij het voetbal? Ja. Zoals wat? Kapbewegingen, techniek en nog wat dingen. Wat vond je van de trainer? Een hele goede trainer. En hij is ook heel leuk. Het was voor jou de eerste keer hier in Turkije. Een voetbalstage voor de kinderen. Was alles in orde? Het was allemaal in orde. Ze hebben veel bijgeleerd. Het was wel wat we verwachten eigenlijk. Dus het was goed. Wat vond je van de organisatie? Het was heel goed. We kwamen heel laat toe. We waren direct opgevangen. Direct onze kamers. Dat was plezant. We konden direct naar de kamers. Dat was, ja, je voelde je direct op je gemak. Je voelde je direct thuis. Dus ja, dat was heel goed. Kalbimi bombalıyor kuşkular sen çıkıp da gelene kadar. Hayallerin kabusa dönüşür sesini duyuncaya kadar. Korkularım konuşur seninle konuşup susuncaya kadar. Sonra da aynı güneş ısıtır seni de beni de kime ne. Demek ki böyle aşk dedikleri şey ne acılar çektim. Hey gidi hey şimdi bana mutluluk yaklaşıyor. Wat vond je van deze reis? Heel leuk. Wat heb je allemaal gedaan? Van alles. Gezwommen. En ik heb ook heel leuke vriendjes gehad. Heb je ook binnen van alles kunnen doen? Ja. Achteruit kunnen in het zwembad. En... Wat heb je allemaal gegeten? Frietjes, spaghetti, maar die lust ik niet. En heb je ook op een uitstapje gedaan? Ja. Naar waar ben je geweest en wat heb je gedaan? Ik heb ook heel veel... En ik heb... Dat weet ik niet meer. Mark, wat vond je van deze vakantie? Ja, superleuk. Het was zeer aangenaam. Toffe groep. Het totaal was terug superleuk, lekker vorig jaar. En ja, zeer fijn. Dat is goed. Wat vond je van de organisatie? De organisatie is super. Zoals per altijd. Hè. Alles stond klaar. Van begin tot einde. Dus gemakkelijk. Zorgeloze vakantie. Wat heb je allemaal gedaan? Gedaan. Een beetje proberen lopen, maar de dag nadien natuurlijk spierpijn, gevoetbald en gisteren een keer naar een disco geweest om mijn talenten te tonen. Wat heb je allemaal gedaan?